Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag lekker beginnen in de tuin. En het heeft namelijk gevroren. Dat kan je goed zien bij de dahlia's zo. Dus het is tijd om ze eruit te halen. Ik ga even een kruiwagen pakken en dan ga ik ze eerst allemaal afknippen. En daarna ga ik de wortels eruit halen. Of de knollen. En de reden waarom je dat doet is omdat dahlia's niet goed tegen vorst kunnen. Dus als ze in de grond laten zitten, dan rotten ze gewoon weg. Of ze moeten heel beschermd staan of iets dergelijks. Maar hier wordt op mijn grond erg koud. Dus ik ga ze eruit halen en dan stop ik ze de volgend voorjaar. Kan je ze weer in de grond stoppen. En dan kan je ze weer gebruiken. Dus dat ga ik eerst eens doen. Ga je wel helpen? Jij kan wel goed graven, hè? Ja dan, Bobby? Kijk dan, die pootjes. Wat een gezelligheid. Ja, lekker die natte poten. Zo. Guppies. Kijk dan nou. Jullie zijn wel schattig. Het zijn trouwens echt enorme stelen. Ik hoop dat ik het kan laten zien. Maar als je deze doorknipt. Die andere kwam er echt nog heel veel water uit. Maar dus lege huls. Zo wordt het water vervoerd door de plant. Grappig om te zien, hè? Ze nu ook wil ik wel graag helpen. Hoppatee. Zo gaat de rest er ook allemaal uit. Doe maar de presentatie. Zit iemand naar achteren? Oké. Maar als ze nu video's maken, niet uit of dat er wel op die ligt, toch? Ik krijg het niet. Nee. Ik krijg het niet. Dat is gewoon een nieuwe start. Yo, hallo. Zo, het is ondertussen alweer dinsdag en gisteren hebben we de online cursus opgenomen. En dat ging echt super goed. De cursus is echt nog uitgebreider geworden dan we hadden gedacht. Er zit gewoon super veel waarde in de cursus en Joyce kan het altijd zo goed uitleggen. Dus het wordt echt een hele mooie cursus. Hou ik even de lamp hier uit. Lekker in de woonkamer zitten. Maar het was dan best wel een intensieve dag. Dus vandaag had ik niet zoveel zin om te kletsen. En kijk dat nou gezellig op de bank zitten. Zo cute. Sunny heeft altijd het beste plekje. Lekker ondeen kleedje. Dus vanavond is het tijd om lekker te introverten en gewoon lekker te chillen. Paul gaat lekker gamen en ik ga denk lekker zo tekenen. Misschien eerst lekker douchen en dan daarna lekker in pyjama gewoon tekenen. Sunny wil nog dat je het kleedje beter vastlegt. Is lekker ingepakt. Ik moet denk ook weer mijn pony ook knippen. Het is niet normaal hoe snel het groeit. Ik heb hem 2 weken geleden geknipt en ik heb hem tussendoor al een keer weer bijgeknipt. Dan moet hij zo lang zijn juist. Dan gaat hij altijd naar de zijkant. Ik moet hem denk ik gewoon zo nog even knippen. One eye over the ball. Oké, mijn haar is wel iets te kort. Het zit ook niet helemaal toppie, maar goed. Ik heb heerlijk uitgeslapen. Het was echt heel lekker. Ik heb gisteravond lekker zitten tekenen. En Sunny is ook weer wakker. Dus lekker uitgeslapen dus tot 8 uur. Want ik ga pas uit bed. Het is nu... Het is eigenlijk 9:30 alweer. Dus ik ga even ontbijten en dan ga ik lekker naar werk toe. Zo grappig, Sunny houdt altijd alles goed in de gaten. Ik eet dit eigenlijk elke ochtend. Een smoothie. Ik was een beetje uitgeschoten met de zaadjes. En een lekkere havermelk cappuccino. Ik was allemaal andere dingen van plan vanochtend. Toen ging Sunny uitlaten en schoot ze los van de lijn.
Dus ik heb echt geschreeuwd en gerend en zo om er te pak te krijgen. Het was niet de chillste ochtend, moet ik zeggen. Maar daarom ben ik maar wat anders gaan doen. Ik wilde eigenlijk gaan editen, maar dan zit ik nog zo hoog in de adrenaline dat ik dan toch geen concentratie meer heb. En ik wilde nog wat dingen gaan opruimen op mijn kantoor. Ik haal hier eventjes de plankjes. Dus ga ik even pakken, dit zijn alle beursdingen. Dit is onze berging. Nu een beetje vol, want dit is het enige waar nog spullen kunnen. Dus neem even wat spulletjes mee. Zo. Gisteren vloog een beetje snel voorbij. Ik ben nog even naar IKEA geweest. Je ziet hier achter de nieuwe kassen staan. En ik heb hieronder nieuwe planken staan. Want je ziet, deze muur is leeg geworden. En daar ga ik nieuwe kasten neerzetten. De hele gang staat namelijk vol met dozen met nieuwe spullen. En ik heb gewoon geen planken meer om het op te zetten. Dus ik moest even snel naar de IKEA. En ik was in 1 uur was ik hier uit en terug met de spullen gehaald. En ik had niks extra's gekocht. Dus dat was heel trots. Een hele prestatie als je naar de IKEA gaat, vind ik altijd. Vaak kom je dan met 300 extra dingen terug. Maar dat was niet het geval. Ik heb uiteraard ook volgende week zaterdag. Dus dat is, moet ik even de datum bekijken. Volgens mij is dat de 23e. Dan kan je hier dus ook offline shoppen. Dus dan kun je echt naar mijn kantoor komen en kun je hier shoppen. En denk me wel leuk om er dan echt gewoon een gezellig iets van te maken. Dat je ook alles goed kan zien. In plaats van dat het 3 dubbel dik op 1 plank zit. Dat zal misschien nog wel een klein beetje zo zijn. Maar in ieder geval dat je het beter kan zien. En er komen heel veel leuke nieuwe dingen aan. En daar ga ik denk ik zo ook nog wel wat van laten zien. Maar ik ben ook volop aan het editen voor de cursus Flourishing. Dus die we hebben opgenomen. En het wordt super leuk. Maar het is echt zoveel materiaal. Echt niet normaal. Ik heb nu voor één onderdeel van de cursus heb ik gewoon door 60 minuten aan materiaal ongeveer gezwoegd. En we hebben meerdere camera's opgenomen. Dus best wel veel editwerk. Maar het wordt echt een hele leuke cursus. Ik moet zeggen dat ik ook zelf gelijk ben aangestoken om het uit te proberen wat Joyce aan het vertellen was. Kijk. Super grappig. Joyce kan zo goed toegankelijk dingen uitleggen. Dus heel erg leuk om samen de cursus te maken. Er gebeuren dus wel echt super veel leuke dingen. Maar het is ook wel een beetje veel. En ik heb gisteren ook tot 11 uur nog zitten werken s'avonds. Een beetje slecht daardoor geslapen. Als je tot laat werkt, dan slaap je meestal de nacht daarna. Tenminste, ik slaap wel de nacht daarna heel slecht. Een beetje onrustig geslapen. Maar het is wel lekker om dingen af te maken. En als je de hele tijd zo onrustig zit van oh, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Dat is ook helemaal niet fijn. Dus ik hoef niet te klagen. Maar het is gewoon even een beetje veel. Dat hoort er ook bij. Zo, de edit staat te exporteren. Dus ik ga met dit project aan de slag. Maar daarvoor moet ik eerst deze bakjes allemaal weg zien te halen. Dus deze zijkant ga ik op die kast zetten. Dus dan moet eerst alles moet eruit. En dan moet ik er dan zo weer inzetten als ik er een nieuwe zijkant in heb gezet. Dus dan moet ik dat maar gaan doen. Zo, dat is 1 lege kast. En een hele volle tafel. Gisteren waren we begonnen met de kast neerzetten. En uiteindelijk hebben we de kast helemaal vastgezet met schroeven. Zodat ze niet meer van de muur af kunnen. En waarom we dat hebben gedaan is omdat als jullie straks langskomen hier in mijn kantoor. Dan wil ik natuurlijk niet hebben dat de kasten van de muur af kunnen komen. Ze zijn maar 30 diep. Dus dan staan ze een beetje onstabiel. En er zit superveel gewicht in. Dus wel belangrijk dat ze stevig zijn. Dus die staan nu. Kan ik überhaupt zo scherp? Ja. En nu is het tijd om ze in te richten. Kan ik eindelijk alle dozen uit de kast uit de gang opruimen. Wat heel fijn is. Dus daar ga ik maar eens mee beginnen.